Direct, indirect, diffuus. Nou, als een lichtbundel wordt tegengehouden door een voorwerp, ontstaat er achter het voorwerp een schaduw, zoals je hier ziet. Hou je je hand iets dichterbij, wordt de schaduw uiteraard groter. Het licht gaat langs rechte lijnen daarlangs. Dan kun je je voorstellen dat die dan groter wordt, die schaduw. Hoe zie je nou de omgeving? Die parachute geeft zelf geen licht. Maar als de zon licht op schijnt, weerkaatst het naar alle kanten. Dat heet diffuse terugkaatsing. En zo zie je dus de omgeving. Het tekenen van schaduw vanuit een puntbron. We beschouwen de lamp even als een puntbron, zeg maar een klein bolletje dat licht geeft. Moet je de schaduw tekenen van de auto, dan teken je de randstralen. En vervolgens, als je dus de randstralen hebt getekend, zet je een pijltje erbij. En dan heb je hier je schaduwgebied, dat kun je arceren. Hier is het iets lastiger. Als je twee lampen hebt, teken je de randstralen. En vervolgens zie je iets bijzonders gebeuren. Als je dat voor deze lamp ook doet, krijg je een overlappingsgebied. En hier komt een beetje licht wel, en een beetje niet, en hier ook. Dus hier komt een stuk licht wel van deze lamp, maar van die lamp niet. Dan heb je hier half schaduw, hier ook, en dat gebied is kernschaduw. Dus zit je hier ergens, zie je allebei de lampen niet. Hier zie je nog eens getekend van TA-lamp, getekend de randstralen. En dan diagonaal, de twee andere. En dan heb je hier je half schaduwgebied, hier ook, en hier je kernschaduw. Bij een zonsverduistering zien we hier de zon en de maan schuift tussen de aarde en de zon. En hier zie je een volledige zonsverduistering. Dus wat is gebeurd? We hebben de zon, de aarde, de maan staat ertussen. En dan heb je een klein plekje hier waar kernschaduw is. Daar is de volledige zonsverduistering. Hier is het maar gedeeltelijk door de halfschaduw. Nou, hier zien we maansverduistering. Dan schuift de aarde tussen de zon en de maan. En als je de randstralen tekent, zie je dat de maan dan al snel helemaal verduisterd wordt, omdat die een stuk kleiner is. Nou, bij lichtstralen van een zaklamp gaan die lichtstralen uit elkaar. Dat heet een divergente bundel. Dus als je naar achter loopt, wordt de cirkel op de muur steeds groter. Het zonlicht, dat komt evenwijdig, omdat de zon heel ver weg staat. En dat zie je ook in de schaduw van die bomen. Dat is evenwijdig verschoven met de bomen zelf. Nou, hier heb je een lamp. Licht wordt divergent alle kanten op verstrooid. En dan moet je schaduw tekenen van deze boom. Kun je randstraal tekenen en heb je hier je schaduw. Hier ook, randstraal, dan staat je schaduw. Zou hier één lichtstraal getekend zijn, bijvoorbeeld deze, dan moet je dan de schaduw van de boom tekenen. Dan weet je dus dat hier een lichtstraal evenwijdig gaat aan deze. En dan kun je ook je schaduw tekenen. Einde van de les.